Het moment waar veel mensen die in het buitengebied van Altena wonen op hebben zitten wachten. De schop gaat de grond in voor de aanleg van het glasvezelnetwerk. Vandaag ging officieel de eerste schop de grond in door de betrokken wethouders van de drie Altena gemeenten. Deze kabel leggen we in de grond als eerste. Maar dat is het moeilijkste eigenlijk. Dit in de grond krijgen. Als dat in de grond ligt, kijk, en hier zitten al koppelingen op, want je hebt één haspel. Maar de volgende haspel moet ook weer gekoppeld worden. Dus je hebt eigenlijk één buis krijg je naar onze verdeelstations, naar onze poplocaties. Nou, op het moment dat er al die kabels in liggen, dan wordt er glasvezel ingeblazen. Die kleuren zijn ervoor, kijk, je hebt deze hele bundel, je hebt een hoofdkabel, maar je hebt ook allerlei aftakkingen naar de bewoners. Na de uitleg over de bekabeling en de machine om de bekabeling de grond in te krijgen, kon er gegraven worden. Daarna werd alles weer vakkundig dichtgegooid. Wethouder van de gemeente Aalburg, Wijnand van der Hoeven, is blij dat de werkzaamheden zijn begonnen. Ja, daar ben ik wel erg blij mee. Dus jaren mee bezig geweest eigenlijk om het voor elkaar te krijgen met wisselend succes. Ja, nu lukt het en nu zijn ze gewoon aan het werk. Dus ja, dat is mooi mee te maken. Dus. Maar voordat het zover was, heeft het heel wat voeten in de aarde gehad. Nou, voor dit project bijvoorbeeld de graafdiepte was een element. Als je zoveel kilometers moet graven, volgens mij 390 kilometer of zo, dan is 20 centimeter diepe graven is best een dingetje. Nou ja, daar hebben we de ambtenaren van moeten overtuigen dat je in zo'n gebied dat er geen enkel kwaad kan om dat te doen. Nou, dat zijn elementen, hoe ga je de vergunningen met elkaar gelijk trekken, de spelregels gelijk trekken. Nou, volgens mij zat ik met 3 of 4 afdelingen, de juristen, civiel werkers aan tafel om het voor elkaar te krijgen. Ja goed, uiteindelijk was dat de voorbereiding, uiteindelijk de vraagbundeling was natuurlijk het spannendste. Hoe krijgen we de inwoners mee om die 50% tenminste te halen? Nou ja, toen dat lukte en toen daar een dynamiek ontstond, toen was de smaal niet meer van mijn gezicht af te krijgen. Dus, hey. Piet Grotenboer van Glasvezel Buitenaf, wat voorheen Mabib heette, vertelt vanaf wanneer de gebruikers de aansluiting kunnen gebruiken. Eerste gebruikers denken we van einde dit jaar, begin volgend jaar, dat ze echt van het betere internet gebruik kunnen gaan maken. We graven nu eerst voor de buizen, daarna gaan de kabels erin en dan worden de huisaansluitingen gemaakt. En de verwachting is dat we dat Q4 en begin volgend jaar afronden, zodanig dat ruim voor de zomer volgend jaar dit hele gebied is aangesloten.